plekjes, flink tegelijk. En de derde komt wel als waar iets aan de plekjes. De voorkant van de motor, die daar in ieder geval, nou, die zou het kunnen zeggen als zo'n kastje. Maar daarbij is het wel een beetje lang. En de wat vinden jullie van die Alfa Romeo, jongens? De goede tijd. Heeft al een gemaakte kerkkoorperk, of niet? Mooi, hè? Ja, mooi, hè? Er zijn er nog meer van, joh. Dat is echt een uniek exemplaar. Ik heb vanmiddag nog gezegd, ik heb een exemplaar opgedaan. De voorkant van Romeo heeft mij de vleugels om te steken. Maar joh, zou jou zijn er uitzondering maken. Maar die R is niet creatief. Maar ik heb ze van verschoten allemaal, hè? Europese kampioen, wel te kijken. Jouw startplek kunt acteren, dat je daarmee 6 plaatsen opschuift. Dat geeft ons als we spreken over de startlijst, denk ik ook gelijk even. Dus ik weet niet hoeverre u een up-to-date startlijst heeft. In ieder geval hebben wij NPM Dr. Po Stage 5 hier als afmelder staan. En krijgen wij, want u wordt wat dat gaat vanavond wel verwend, krijgen wij nog een heusje primeur. Gaan wij nog rijden met Maximum Risk. Oftewel de superstok van Rob van der Waal, en die is ter uw info van startpositie gewisseld met nummer 1 met Nieuwboer Leer. Dus betekent dat Maximum Risk, die hier eigenlijk al gisteren zou acteren, daarmee nu de tuttenelen gaat verschijnen. Maar daarmee in de toekomst positie gemakkelijk te winnen. Dus ik zou willen zeggen, de rest is in de extra kans. Heeft ons gekregen. Nu wil ik eigenlijk een risk vertrouwen versie doen. Dat is goed. Dat is dus ook zoveel. Hij bleef in eerste pas, maar ik geloof wel. En dat was nog een snel voor. Hij heeft voor de beide echte grote winst gebruikt van. De echte aanpassingen die iedereen gedacht heeft, die gaan na deze wedstrijd in Zwolle in ieder geval opgebouwd worden en gepakt.